Oh, ik hoop dat dat zo min mogelijk mensen gedwongen hun baan gaan verliezen. Het is alweer zoveelste keer dat inderdaad toch banen in de regio Eindhoven naar buitenland gaan. Helaas zeg ik dan. Hè. Dus dat is een dynamische omgeving, hè, Philips kennende. Dus dat vinden wij echt heel erg jammer dat weer zoveel banen verloren gaan uit de regio. Wat was de eerste gedachte toen u het hoorde? Ja, ik dacht, nou, kijk, het is altijd als je gebeld wordt over dit soort mededelingen, dan denk ik, oh, ik hoop dat dat zo min mogelijk mensen gedwongen hun baan gaan verliezen. En dan hoop ik dat het aantal zo klein mogelijk is. Dus alleen 230 is enorm. Dus het is lang geleden dat het weer zoveel aantallen boventallig zijn geworden. Ja, dat gebeurt toch vooral ten tijde van crisis, maar niet als de economie floreert? Ja, dat is wat u terecht zegt natuurlijk. Hè? Want dan is het ook moeilijk uit te leggen aan de medewerkers waarom zij in ieder geval werkloos worden. Wij willen dan ook vanuit de Unie inzetten dat die efficiëntie, die winst ook naar de arbeidsvoorwaarden in de CAO terugkomt.